En dan de wedstrijd van de week. De Korfbal League is dit weekend van start gegaan. En de Noord-Hollandse eer wordt daarin hoog gehouden door het Amsterdamse Blauw-Wit en het Zaanse Koogzaandijk. Wij kozen dit weekend voor de wedstrijd van de nummer 2 van vorig jaar, Koogzaandijk. En die nam het op tegen PKC. Bloemen van PKC-aanvoerder Simons voor Roxana Detering. De beste korfbalster van vorig seizoen onder 23 jaar. Ja, dat is altijd leuk, hè? Wel sportief, hoor. Maar wij zouden hetzelfde voor hun doen, natuurlijk. Koogzaandijk in Papendrecht tegen PKC. En dat is altijd lastig. Vorig jaar werd er verloren door KZ daar in de PKC-hal. En ze kwamen vroeg op achterstand. 5-3. Leeuwenhoek. De neef van Hans Leeuwenhoek, oud topkorfballer. Dan Chris Kaper, 7-7 is het weer in een gelijk opgaand duel. De eerste 20 minuten van de eerste helft. Dan begint PKC te missen. Cindy van Eyck hier. De bal gaat naar het aanvalsvak van KZ. Kim Cocu. En dan Rick Voorneveld. Raak. Het is 9-7. 2 punten de voorsprong voor de ploeg uit de Zaanstreek. Een sterke fase van KZ. Prachtige doorloopbal. Tim Bakker, 10-7. En het wordt even later nog 11-7. De voorsprong is 4 punten. Zo'n minuutje of 5 voor rust. Maar PKC komt terug. De schotkracht van Simons. 14-12 is het bij rust. Wel in het voordeel van de Noord-Hollanders. De tweede helft dan. Mehdi Timms, ooit in de Playboy gestaan. Jaren geleden. Hier scoort ze. Verschil is nog maar 1. En dus aan het begin van de tweede helft een minimale voorsprong voor KZ. Cocu dan. Een paar minuten later. Verschil is weer 3 punten. 18-15 is de voorsprong voor KZ. Dan Eva Sprangers. Overgekomen van Dalto. 20-16. 4 punten de voorsprong. En de Papendrechters zien het eigenlijk niet meer zitten. Maar die vergissen zich in de veerkracht van Mehdi Timms. Hier een prachtig schot uitstand. Het publiek tevreden. Timms lijkt er minder blij mee. Toch gewoon een score. En even later Leeuwenhoek. Het verschil is 2. 21-19. Time-out aan de kant van Koogzaandijk. Instructies worden er gegeven, maar die lijken in eerste instantie niet te helpen. Leeuwenhoek. Doorloopbal. Verschil is 1. 22-21 met nog 8 minuten te spelen. Dan een fase in de wedstrijd waar er minutenlang niet wordt gescoord. Zit in de 57ste minuut. Timms probeert het. Simons vangt de bal niet. En dus kan KZ overnemen. KZ sterk in de rebounding gisteren in de PKC-hal. Als ze nu scoren, dan lijkt de wedstrijd beslist. Sprangers. Raak. 23-21 met nog ruim 2 minuten te spelen. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Maar dan een overtreding op Van Eyck. En die lijkt zwaar geblesseerd. Hoor ik een tik tegen het hoofd gehad. Uiteindelijk kan ze wel verder spelen. Weer Bakker instrueert nog eens een keer weer. En Simons met de strafworp. 23-22. Zouden ze dan toch weggeven, KZ. In de tegenaanval met nog een minuut te spelen. Leeuwenhoek blokt een vrouw. Ja, dat mag nou eenmaal niet. In het korfbal. Roxana Detering probeerde er doorheen te komen. Dan mag Voorneveld aanleggen voor de strafworp. En die gaat raak. Eindstand in Papendrecht. 24-22 in het voordeel van KZ. Het rendement is gewoon niet hoog genoeg. Dan maak je jezelf onnodig moeilijk. Maar ik maak me geen zorgen. De kop is eraf. We hebben gewoon lekker gewonnen hier al. En ga gewoon die stijgende lijn inzetten. En,